Welkom bij Kappels Column. Vandaag wilde ik het hebben over bestaande medicijnen die voor van alles en nog wat heel erg goed werken en nu ook heel effectief blijken te zijn voor onze COVID-pandemie. En daar wil ik graag enige aandacht aan besteden. In one of the glass dishes where he cultured germs for his experiments, Fleming noticed one day in 1928 that some mold, such as appears on decaying food, had begun to grow. A spoiled experiment. But with mind alerted by the earlier work on protective substances, he looked closer. He saw that near to the mold, no germs were growing. The great discovery, for which, in 1945, the world rightly and gratefully honored Dr. E.B. Cheyne, Sir Howard Florey, and Sir Alexander Fleming, pioneers in a struggle which promises now to drive back that ancient enemy, disease. Penicillium notatum is een schimmel die penicilline produceert. En dat penicilline werkt als een antibioticum fantastisch en remt allerlei stammen van bacteriën. Maar er zijn meer ziekteverwekkers. Naast de bacteriën zijn er parasieten en daar zijn hele vervelende bij, zoals bijvoorbeeld voor malaria. En er zijn ook een groot aantal virussen. Als we nu gaan kijken naar een bacterie, Streptomyces afermitilis. Wat is dat? Dat is een bacterie die al een tijd geleden is bestudeerd en hele bijzondere werkingen heeft. En daar wilde ik het vandaag eigenlijk met nadruk over hebben. Namelijk, deze bacterie produceert een stof en dat heet ivermectine. En ivermectine doet een hele hoop. En laten we eens kijken in de context van onze COVID-epidemie. Mountains of data have emerged from many centers and countries around the world showing the miraculous effectiveness of ivermectin. It basically obliterates transmission of this virus. If you take it, you will not get sick. I want to briefly summarize it. Number one, we have evidence that ivermectin is effective not only in prophylaxis, in the prevention. If you take it, you will not get sick. We just came across a trial last night from Argentina by the lead investigator of ivermectin in Argentina, Dr. Hector Carvalho. They prophylaxed 800 healthcare workers. Not one got sick. In the 400 that they didn't prophylax with ivermectin, 58% got sick. 237 of those 400 got sick. If you take it, you will not get sick. It has immense and potent antiviral activity. Dit ivermectine is een ongelooflijk wondermiddel. En is zeer verbazingwekkend goed en gaat boven alle verwachtingen uit. Daarom is ook de Nobelprijs in 2015 aan dit middel gegeven. En hier zien we de andere man die samen met de Japanner het ivermectine heeft bestudeerd en gezorgd dat het weer tot een echt geneesmiddel kon worden uitgewerkt. Waar werkt het allemaal voor? In eerste instantie is het uitgetest op parasitaire ziektes. En daar zijn er nogal wat van. En die zijn ook vaak heel vervelend. Zoals elefantiasis. Dan verstoppen je lymfeklieren. Dus je pompt wel lymfevocht naar je ledematen. Maar het kan niet terug. Dus je zwelt op met uiterst vervelende consequenties. River blindness is een parasiet waarvan je blind wordt, ook niet prettig. Malaria, dat hoef ik ook niet uit te leggen. En voor al deze ziekten werkt dat ivermectine. Het ivermectine werkt op een aantal zeer belangrijke punten. Het kan gebruikt worden voor parasitaire infecties, wat ook in de veterinaire geneeskunde zeer ruim wordt gebruikt. Het doet het een en ander met bacteriën en ook is het antikankerwerkend. Maar waar we vandaag vooral naar gaan kijken,
is dat het bij al die werkingen ook nog eens een keer antiviraal is. Hier zien we een rijtje virussen. Het Zika-virus, uitermate vervelend. Als iemand zwanger is, dan zal het kind in de hersenontwikkeling ernstig gestoord worden. We hebben HIV waar het op werkt. We hebben het West Nile-virus en you name it. Maar hoe kan nou één middel, iets voor parasieten, voor bacteriën, voor virussen, dat kan toch niet? Nee, dat kan juist heel erg goed. En daar gaan we nu eens naar kijken. Als we in een cel kijken, dan is dat blauwe lijntje is de buitenkant. Dan moet daar een virus doorheen en dan is die binnen. Maar dan is hij niet in de celkern, want dat is dat groene cirkeltje. In de celkern moet het genetisch materiaal van de virus komen om daar zichzelf te vermenigvuldigen en zijn genetische informatie te gebruiken om nieuwe eiwitten te maken en zo nieuwe virussen. Dus als hij eenmaal in de cel is, moet hij altijd nog de volgende stap nemen en daar zit een heel stevige membraan om die kern. Alleen kan hij dat niet, maar daar heeft hij een eiwitcomplex voor nodig wat hem importeert. En als dat geremd wordt, dat import gebeuren, door ivermectine, dan maakt het natuurlijk geen barst uit of dat iets is van een parasiet of iets wat van een bacterie nodig heeft of een virus. En daarom is het zo breedwerkend middel en is ook werkelijk de knaller van de eeuw. We gaan nu eens kijken naar wat een virusinfectie nou precies allemaal is. Er zijn ongelooflijk veel verschillende virussen. Maar wat ze allemaal gemeenschappelijk hebben, is dat ze zelf niet kunnen delen, maar daar een cel voor nodig hebben en die moeten binnendringen. Dat doen ze door specifiek aan de cel te binden. En als ze dan naar binnen gaan, nemen ze een heel stuk van de membraan en andere eiwitten mee. En tijdens een transport naar binnen toe wordt die hele membraan en die hele structuur van buiten wordt afgebroken. En in dat proces komen er de eiwitten die in het virus zitten, maar ook de genetische code komt vrij en wordt uitgestort in de cel. Dan gaat zowel het genetische materiaal, in dit geval met corona het RNA, en allerlei eiwitten uit dat virus gaan in de cel door de wand van de kern heen en daar wordt het genetisch materiaal afgelezen en vormt messenger RNA. Dat messenger RNA gaat dan weer uit de kern naar de eiwitfabriek in de cel. En daar worden allerlei virale eiwitten gemaakt, die weer naar binnen gaan en het genetische materiaal, wat zichzelf in de cel ook weer verdubbeld heeft, wordt aan elkaar gekoppeld. En al die eiwitten bij elkaar, plus al die genetica, plus allerlei membraanfragmenten, vormen weer het nieuwe virus. En zo gaat één virus, multipliceert zich heel erg sterk en krijg je er duizenden en miljoenen nakomelingen. Deze animatie heb ik van het internet gehaald en daar wil ik mijn dank voor uitspreken. Maar hoe werkt dat nou allemaal? Die viruseiwitten en virus-RNA moeten naar de celkern om daar het virus te vermenigvuldigen. En als je dan ivermectine toevoegt, dan wordt dat kanaaltje waardoor alles naar binnen moet, oftewel dus de poortjes, die worden gesloten door ivermectine en het virus kan zich niet vermenigvuldigen. Wat zien we dus? Dat een viraal eiwit, maar ook viraal genetisch materiaal, in dit geval het RNA, moet met importin A en B een complex vormen om dan toegang te krijgen tot de celkern. En als je dan ivermectine toevoegt, gaan gewoon de deurtjes dicht. Nou, dat is nogal effectief. Maar er is nog veel meer. Op welk niveau kunnen we COVID-19 nog allemaal meer remmen?
Want ten eerste moet hij van buiten naar binnen komen. Dus van, je ademt hem in, hij komt in de longen, in de bronchiën, en moet daar het celweefsel binnendringen. Maar daar is een celwand, daar moet hij aan aanhechten en dan moet hij naar binnen toe. Maar als hij binnen is, dan moet al zijn RNA en zijn eiwitten vrijkomen en dan naar de kern worden getransporteerd. Als je nou zorgt dat die structuren heel solide blijven en dat die niet open kan en dat het genetisch materiaal niet de cel in vrij kan komen, ja, dan rem je hem ook heel aardig. En als hij dan toch nog, omdat niets is 100%, toch nog in die celkern terechtgekomen is en daar de kopieermachine gebruikt om zichzelf te vermenigvuldigen, kunnen we dat dan ook nog beïnvloeden? Nou, daar gaan we eens naar kijken. Nou hebben we het volprezen hydroxychloroquine. Wat is dat? Quinine is iets uit een bas van een boom. Dat kan je heel makkelijk isoleren. En dat werkt perfect tegen malaria. Maar dat werkt dus ook goed. En dat is dus al niet alleen tientallen jaren, maar al meer dan een eeuw wordt dat gebruikt. En toen bleek dat als je aan dat quinine een chloortje zet, een chloormolecuul, van een chloratoom, dan doet hij het beter. Toen werd dat dus chloroquine. En daarna vonden ze dat een klein hydroxygroepje, dat is een zuurstof en een waterstof, als je die eraan plakt, dan doet hij nog beter. Dus toen kregen we hydroxychloroquine. En voordat we gaan kijken wat dat met het virus doet, heeft het ook nog een andere eigenschap. Dat is namelijk dat het een ionofoor is. Dat het namelijk metalen, zoals bijvoorbeeld zink, naar binnen kan brengen. Dus hydroxychloroquine transporteert zink naar binnen. Is dat bijzonder? Ja, want zink zelf kan heel moeilijk die cel in. En dadelijk gaan we kijken wat een rol we ervan hebben als er een goede hoeveelheid zink in een cel zelf is. Maar dat komen we dadelijk op terug. We gaan nu kijken dat hydroxychloroquine remt dus de opname van het virus, waardoor hij heel moeilijk naar binnen komt en als hij binnenkomt heel moeilijk zijn materiaal vrij kan geven. Wat zien we? Dat als het virusdeeltje naar binnen komt, wat dus zwaar bemoeilijkt is, dan remt hydroxychloroquine ook nog het vrijkomen van het RNA en het eiwit vanuit dat endosoom, zo heet dat, dus dat bolletje waar die is, mee naar binnen is gekomen. Ivermectine remt de opname in de celkern. Dus dan zien we dat als dus dat hydroxychloroquine heeft zijn werk gedaan, maar nogmaals, niets is 100%, het remt dus enorm veel van de binnenkomst en het vrijkomen van het virus, maar daarna, als je dan nog ivermectine geeft, dan komt hij heel moeilijk de celkern in. En daar moet hij zich dan kopiëren. En dan komt de goede oude zink weer naar boven. Namelijk, zink remt het proces waarbij dus het virus zichzelf repliceert. Dus het feest gaat niet erg door voor het virus. En wat zien we dus? Dat voor alle stappen in dit proces zijn er al jarenlang bestaande en goedgekeurde, zelfs Nobelprijswinnende geneesmiddelen. Maar waarom wordt dit gezien als een soort toverdrank van complotdenkers? Ik zal hier helemaal geen enkel waardeoordeel aan geven. Dat moet u zelf maar verzinnen. Maar wat we wel kunnen zeggen, en dat rijmt, ivermectine remt de angstmachine. En het is eigenlijk de wereld op zijn kop. En welke kant gaan we op? Er is een weg naar succes, maar er is ook een weg naar failure. Waar gaan we heen? Dus zegt u het maar.